Yo, hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuw video op mijn kanaal. En vandaag ga ik samen met Giovanni interviewen en de vraag wordt, wat ga jij doen op kerst? Dus dat wordt hartstikke leuk. Doe alvast duimpjes omhoog, want het motiveert me om door te gaan met YouTube. En dan zie ik jullie na de intro. Meneer, wat gaat u voor de kerst doen? Voor de kerst? Eerste kerstdag even gezellig met z'n tweeën eten. Tweede kerstdag weten we nog niet, maar dat komt ook wel goed. En ons heel rustig houden. Lekker eten. Lekker eten. Wat gaat u eten? Ik zal je heel eerlijk vertellen, eerste kerstdag heb ik een lekkere kwam goulash gemaakt. Zo. Die ben ik nu aan het maken. En tweede kerstdag gaan we goed met. Nou, ik ga lekker eten thuis. Ik ga heel de twee kerstdagen cornetten, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn, want dan eet ik het de hele tijd. Met familie. Met familie? Ja, gezellig eten. Ja? Wat wil jij doen? Hetzelfde. Hetzelfde, zo. En wat gaan jullie eten? Ja, we maken allemaal zelf allemaal dingen. We gaan gezellig naar familie. Naar familie. Wat gaat u doen daar? Heel veel eten. Heel veel eten, zoals wat? Zoals wat? Een traditionele kalkoen natuurlijk. En vanavond gaan we lekker steen grillen. En kaasfondue ook nog erbij, dus wordt veel eten. Lekker met de familie gezellig eten. En wat ga je eten? Kalkoen. Kalkoen? Kalkoen. En wat ga je nog meer doen bij kerst? Ja, gewoon feestvieren. Feestvieren, hè? Cadeautjes uitpakken. Lekker drinken. Zeker. Zoals wat? Ja, bier. Ah, lekker hè? Ja. Niet te veel, niet te weinig? Nee, niet te veel. We gaan op zondagochtend, kerstochtend gaan we naar de kerk. Daarna gaan we naar mijn schoonmoeder, gaan we gezellig eten, spelletjes doen. En tweede kerstdag gaan we naar mijn familie toe, hebben we een brunch. En wat gaan jullie eten? Wat we allemaal gaan eten? We gaan kaas van duwen. Dat is wel heel lekker. Dat is wat ik weet. En we gaan met de brunch, maakt iedereen wat lekkers klaar. Dus, leuk. Ja. Dus u gaat ook koken, hoor ik al. Ik ga ook wat, waarschijnlijk ga ik ook wat klaarmaken, ja. Nou, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Als jullie het nou leuk vonden, kunnen jullie hier abonneren. En dan blijf je op de hoogte van mijn video's. Doe even een like. En plaats een leuke reactie wat je van deze video vond. En wat je bij de kerst doet natuurlijk. Want dat willen we ook weten, want we hebben niet iedereen kunnen interviewen. Zeker weten. Met de reactie wat je doet. Kijk alsjeblieft uit mijn vuurwerk. We willen jullie allemaal terugzien. De duimpjes weer omhoog. Niet dat hij eraf is, want dan kan je niet liken. Nou, en dan zie ik jullie weer later. Nou.